vandaag ook de Rijnis Cargo Bag. Lekker te eten, hè? Ja! Jam! Jam, jam! Wauw, ruikt die lekker? Wagen vol geladen. En waar gaan we nu heen? Naar de... Welkom weer bij een nieuwe vlog. We hebben zin, we zijn melig bui, dus don't take us too serious. Maar we zijn weer blij dat we weer een vlog hebben kunnen uploaden. Ja. En wat jullie allemaal deze week vlog gaan zien, zijn voornamelijk veel kantoorbeelden met ons als werkende mama's / met de kids mee naar kantoor. En we gaan naar de genderparty van Loesje, want onze beste vriendin is pregnant. It's pregnant. En we hebben nog heel veel beelden over wat volgende week binnenkomt. Nieuwe collectie, Mom Life, Kids. So check it out, girls. Blijf kijken, blijf abonneren, duimpje omhoog en love Reiners. Zo, ik moet nog een beetje mijn make-up bijwerken. Ik ben een hele dag al regen, kindjes. Nou, ik heb allemaal vlekken, maar ik ga het ook echt niet meer bijwerken. Want wij hebben vandaag de genderparty van Loesje. Loesje is zwanger. We moeten in de kleur van wat we denken wat het wordt. Nou, ik doe sowieso altijd rond. Kijk hoe schattig dit voor Limaatje ook is. Reiners haarbandje. Ook hetzelfde t-shirtje, Olivia ook. Dus we gaan ons nu omkleden, hè, Livia. We gaan gauw naar Loesje toe. Het stoute hoofdje. Gaan we omkleden? Ja. Nee. Oh. Nee, wat ben je mooi. Kijk eens naar mama. Dat is naar mama. Nee. Wat ben je doen? Wat ben je mooi? We starten de vlog met de genderparty van Loesje en Rafiek. Nou, zoals je weet is Loesje een van onze beste vriendinnen die we inmiddels nu 14 jaar kennen. Nee, goed? Langer. Langer? We waren 12. We worden bijna 29. Dus 17 jaar bijna. Nou ja, in ieder geval, jullie weten wie Loesje is. En we zijn ontzettend blij voor ze dat het gelukkig helemaal gelukt is. Qua zwangerschap, niet voor iedereen is het natuurlijk hartstikke makkelijk. En vanzelfsprekend. De natuurlijke weg. Maar het wordt een meisje. Het wordt een meisje. Het is heel grappig, want je gaat natuurlijk van tevoren denken, wat wordt het? En Loesje is echt zo dun. En ik vond dus voor haar doen, hè jongens. Ik zeg niet dat ze dik is, maar voor haar doen vond ik dat ze best wel een buikje heeft, had. Ja. Dus ik zei, heeft. Dus ik zeg, jij krijgt een meisje. En jij dacht eigenlijk al zonder Ik denk bij iedereen een meisje. En ook omdat ik gewoon roze aan wil doen. Lydia wilde roze aan doen, Lima wilde roze aan doen. Dus we gingen helemaal matching met de Reiners outfitjes naar Loesje. Ja. De meisjes hadden een Reiners t-shirtje aan. Ja, je moest met in een haarband. Je moest in de kleur van het gender. En eigenlijk was iedereen in het blauw. Want in de familie van Loesje, haar partner, komen alleen maar mannen voor. Jongens, echt al alleen 60 maar. Jaar lang. 80 jaar volgens mij. Nou, in ieder geval. Dus dit is echt een miracle dat het een meisje is. Ze dachten allemaal... Pas weer precies bij Loesje. Want Loesje is weer lekker tegen de draad in. Tegen de draad. Heerlijk. Heerlijk. Dus we zijn ontzettend blij voor ze. Een leuk meisje in de familie. Het voelt ook gewoon als een zus voor ons. Dus het is gewoon niet echt dat je denkt... Het voelt gewoon heel close. Want wij hebben altijd meegemaakt natuurlijk... ook met andere vriendinnen, maar ook zelf. Maar nooit... Zo dichtbij. Zo dichtbij. Nee, dus het is echt super leuk. We kunnen niet wachten. Nee, we kunnen niet wachten op die kleine snoesje. Frummeltje. Dus dat hebben we gehad en dat vonden we echt super gezellig en hartstikke goed geregeld. Roktilla, omhoog! Hier, deze kant op! Het is zwaar, hè? Heel zwaar, hè? Moet ik je helpen? Ja, heel goed idee van Marie om de kindjes mee te nemen. Vasthouden even. Hou je hem vast dan? Ja. Niet gooien, hè? Hou vast. Oké. Okay. Jij bent zo stout. Wat zei mama? Wat zei mama? Niet gooien. Ja, niet gooien. Kom, we zijn in de auto. Pas op voor die plas. Want je hebt geen regelaars aan. Nee. Kom maar. Niet doen, dan word je helemaal nat. Hoor je mama? Rocket? Rocket?
Hij is zo stout. Hier. Ja, goed zo. Deze kant erin, Rok. Deze kant. Hallo, ja, joh. Gabbertje. Ik zeg gewoon net tegen hem niet gooien. Hierachter, wat ik wilde zeggen, hebben we dus een area waar we altijd met de kids zitten. En dan zitten we hier lekker te werken. Ik film het een beetje zo, omdat het anders de nieuwe collectie ziet. Wil je schoenen uit? Ja. Dat kan je zelf. Probeer maar. Goed kijken wat je doet. Ja. Ja, goed gedaan, Rocky. En we hebben dus heerlijke lunch gehaald bij de kaashoek. Lekkere broodjes voor de kiddo's. Bananenchipjes, ook iets niet heel gezonds. En een lekker melkje. Hé Mary, ik film je even zo, want anders zie je te veel. Het is weer lekker te eten, hè? Ja, jam. Jam, jam. Waar zitten we? Waar zitten we, Rok? En? Kantoor. Op kantoor. Op kantoor. Nom, nom, nom. Ik heb een broodje en bread. En wat zit er op je broodje? Borst. Borst. En jij, Nilo? Ook dat. Ook worst, hè? Lekker, hè? En ik ook ga kip van jou. Dat mag. Lekker, hè? Lekker? Lekker knapperig. Heerlijk. Vind jij het niet lekker? En wel. Wij wel, hè? Rok vindt het heerlijk. Oké, okay, de kids zijn aan het spelen. Marie en ik zijn de orders aan het doen. Ik zit hier de socials te doen en Marie zit daar op de computer. Doing the best we can. De kindjes willen heel graag mee naar kantoor. Dat kon niet omdat wij dus in het inkoopseizoen zaten. En als hier klanten zijn, ja, dan gaan we niet zeggen, nou, hier zijn Rok en Livia. Ja. Dus nu mogen ze af en toe mee en dat vinden ze geweldig. Ja, we gingen met ze even naar de kaashoek een broodje halen. Dat is echt onze vaste plek om lunch te halen. Nou, dat vinden ze al helemaal een uitje, hè? Dat ze dan een broodje mogen uitzoeken. Nou, ze krijgen er altijd de chocola met spikkeltjes en altijd een cadeautje in het tasje. Dus dat is natuurlijk helemaal. En dan hier op kantoor moeten Marie en ik vaak passen en meten met meetlintjes en spelden. Nou, spelden mogen ze wel niet, maar die meetlintjes, dan zijn ze hier met z'n tweetjes mee bezig. En dat is echt superleuk. Het is gewoon superleuk. Hun zijn gewoon lekker aan het tekenen en wij doen dan weer de orders of content maken of video's opnemen. Dus het kan gewoon. Ja, zeker als ze met z'n tweeën zijn. Ze zeggen ook, ik wil mee met mama werken op kantoor. Ja. Ze vinden het ook superleuk. En nu kan het ook niet, als ze ook wat ouder is, gewoon helemaal kletsen en eigen willetjes krijgen. Ik vind het echt super gezellig als ze dan ook mee zijn en het kan ook. Ja, wel. Niet altijd, maar zo eens vaak. In de tijd is het heel... Sorry. Ik denk, wat gebeurt er nou? Is het heel gezellig. Naar een paasstak. Weet niet of ze dat al hebben, hoor. Dat is toch amazing. Favorite store. Ja, kom maar. Oh, we hebben zulke leuke dingetjes voor in onze paastak, Olivia. We hebben zoveel leuke konijntjes gekocht. En vogeltjes. Oh, kijk, dat is ook een konijntje. En ze hebben een bloem gekregen. Laat je bloem eens zien, Limi. Laat je bloem eens zien. Deze. Oh, wauw, ruikt die lekker? Ga maar ruiken. Oh. Ga maar ruiken. Is die lekker? Echt mijn favoriete winkel, Jasmijn. Oh. Zo. Is alles gelukt, Livia? Ja. Ja, hè? We zijn zo schattig iedere keer aan het omruilen. Lima, nu weer appeltje en jij het broodje. Nou, gaan we zo thuis even leuk de dak versieren. Het is eindelijk weer een beetje mooi weer dat je denkt, ik kan naar buiten zonder regen. Ellende. Dus ik ben meteen om 8:30 naar buiten gegaan. Heb je appelmelonen? Ja, oké. Ze zijn nu zo lief. Nu is echt die fase dat ze super lief zijn met elkaar. Het is ook wel een keer anders geweest. Hé, Livia? Bomen omzalen. Oh, nee toch? Mama, deze. Zie je het? Hoe leuk is onze paastak geworden? Kijk, al die leuke konijntjes. En die hartjes. Heb je dat mooi zelf gemaakt, Livia? Nee. Ingang, hè? Ja. Ja. Wat vind jij het mooiste? Is het een bovenmooi, yellow en groen? Deze is mooi, hè? Is het een bin, mooi, Flynn? Ze heeft allemaal namen gegeven. Yara, Bing en Flynn, hè, zijn het. Mama, kieren. Mama, kieren. Tillen? Ja. Dit is mijn bijtje voor vandaag.
in de honing. Hele dag tillen, tillen, tillen. Ik ben heel druk met de sets bezig. Aangezien ik daar natuurlijk genoeg foto's ga maken. Ik ga er niet heen voor werk. Maar ik neem altijd wel werk mee. In de vorm van content maken. Kijk eens, Roek. Ik ga er wel heen naar Hongkong voor werk. En naar Japan natuurlijk altijd voor inspiratie op te doen. Om een leuke content te maken met de nieuwste collectie wat nu binnen is. Maar ook wat nog gaat komen in de aankomende maanden. Dus I cannot wait. Hoe mooi vinden jullie mijn bloemen? Ze zijn dus pastelachtig roze. Ze matchen echt perfect bij ons huis. En voorop had ik een nieuwe tandenborstel besteld. Maar goed, alles wat ik heb gekocht wilt hij natuurlijk even bekijken. Hè, Rok? Vind je de tandenborstel mooi? Goed zo, schat. Goed zo, liefje. Waar gaan we heen op vakantie? Naar Tokio, hè? Ik heb er zoveel zin in. Ik ga ook voor Rok naar het museum daar, naar Disneyland. Oké, ik ben super druk bezig met Japan en Hongkong. Ik heb dit allemaal op TMU besteld. We krijgen een hele leuke nieuwe set met Rijn, dus daar basten deze schoentjes mee. Ik had lekkere slofjes voor in het vliegtuig. Dan heb ik voor Rocket een hele snack ding wat ik mee ga nemen. Hier doe ik alle paspoorten in. Ja, jij! Hier doe ik alle overige dingetjes in. Een nieuwe tandenborstel voor Rock. Dit gaat nog op de crocsjes. Dat zijn allemaal leuke dingetjes. Voor degenen die het niet weten, je hebt daar een heel groot Takashi Museum in Kyoto. Daar gaan we heen, vandaar die bloemetjes. Ik heb een lekker dekentje voor Rocket besteld. Een super handig hekenflesje met een koord. En hier liggen al zijn sets, maar het is één drama. En deze, ja, jullie zullen wel denken, wat is dat? Is een pony, een fake pony die ik ga meenemen van Real Hair Online. Nou, dus ik ben er heel druk mee bezig. Ik zei net die af, dus het is een beetje een madhouse qua troep hier. Maar ik wilde even onze pet laten zien. Hoe enig is die? En ik ben van de sets. Dus ik draag vandaag ook de Rijnis Cargo Bag. En dit is echt mijn lievelingsitem van de collectie, denk ik. Want ik heb deze tas nu al elke dag gedragen. En het maakt niet uit welke kleur je aan hebt. Zolang je maar de pet en de tas hebt. Want dan heb je zeg maar een leuk matchje. Vind ik alles wel leuk bijpassen. Vragen te beantwoorden. Deze trui was van Stussy. Alleen Mike heeft zelf de gaten geknipt en gebleekt. En hij is wel een beetje aan het vervallen. Maar goed. Omdat Tekla. Marie heeft onze loungewear collectie aan. We zijn ook op de weg geweest. En kijk even voor boetes. Oh. Vier boetes. Ja, nou ja. Olijn heeft voor ons lunch gemaakt. Wat kan ze niet? Ik mag er niet filmen. Maar ik wil wel even dit heerlijke lunchje op kantoor. Ik snap niet waarvoor dit zo flikkert. Het licht. Heeft iemand tegen mij gezegd dat je een instelling aan moet zetten? Oh. Maar ik ben vergeten. Maar het is een zalmpje met granaatappel, eitjes. Zalm. Guacamole zit er ook op. Ja, daaronder. Nou, dat heb ik nog helemaal niet gezien. En een geroosterd broodje en dan... Ik wil zeggen... Onze chef. En granaatappeltjes. Ik wil het graag elke dag op kantoor zo. Heerlijk, Sjoel draagt de Lima sweater in het crème. En wij zitten heerlijk aan het lunch. Zo, we hebben een drukke kantoordag gehad. En dan daarna ga ik eigenlijk altijd de meisjes ophalen. En dan gaan we weer terug naar Sjoel. Lima wil nog een hapje. Lima wil alleen maar eten. Dit zijn ganzen. Ik draag een Camilla suit. Lima wil alleen maar eten. Lima, wat wil je doen? Oh, de jagers. Wil je ook zitten? Ja. Nu gaat de mens naar je zitten dan. Kom maar, Lili. En Lili. Mama. Ja, omdat de mensen ook af en toe een beetje stout dit, zijn. Dit is ons lijf. Bij de kiddo's op de bank. Als jullie afvragen waarvoor hebben we niet zo'n beeldmateriaal? Nou, dit is wat we doen. Werken. Hop, jaarster. En de meisjes mogen ook iets op hun nagels. Stickertjes. Welke prinses ga je doen? Huh? 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 Dit zijn mijn nagels van nu. Jij vond dit de mooiste nagels tot nu toe, hè? Het rood, bij mama. Olima gaat even het eten. Niet zo gek doen. Lima, ook nog een poesje? Of een hartje? Zullen we een hartje doen? Doe het mooi, Olivia. Laat zien. Oh, deze ook. Wauw. Limi. Wauw, zo mooi. Goedemorgen, goedemorgen. Zo, gisteren zijn mijn nagels gedaan. Kijk, ik heb weer French manicure. I totally love it. De meisjes zijn bij mijn schoonouders gaan slapen. Dus ik ben helemaal zen wakker geworden.
doe nu even een boodschapje, want Rob komt straks. En dan ga ik daarna de meisjes ophalen. En ik ben echt in love met deze trui. En de broek. Trouwens ook, de Camilla. Zo chill dat als het lekker dichtbij is. Het is fucking koud, maar ik moest even fresh air. We zijn op onze zondagochtend bij meneer Paprika. We zaten net met z'n allen in deze bakfiets. En Marie moest fietsen. Die heeft een hele rode kop. Pelleplaats! Schattig! Ik op mijn tas. Hoe gezellig! Om. Een koekje en een baby chino, Lilma. Wil je ook een koekje? Nee? Nou. En wat een chocolaatje en wat een chocolade. Roket. Lief zijn voor elkaar. Niet naar boven kijken. Wel. Jawel. Nee. Wat dan? Nee. Zijn jullie beste vriendjes? Nee. Nee? Wat dan? Zijn jullie broer en zus? Nee. Zijn jullie Lilo en Rock? Nou, there we go. Wagen vol geladen. En waar gaan we nu heen? Naar de... Eetje! Even wat leuke spulletjes kopen. Want hier is het allemaal veel te duur. Oh, sorry. En ik mag fietsen. Inmiddels het knutselavontuur. Jullie hard. Ja. Tuurlijk ook. Dat is een kleine touch. Net een beetje Victor en Rob, dit zo. Hoppa. Mooi. Mooier ook. Ik wilde de Shield een mooie creatie laten zien, maar die hebben ze al verknipt. Ja, dit is. Een hele mooie dino gemaakt. Ja, niet met een schaar in het gezicht, schatje. Rob, niet doen. Dat mag niet. Niet met een schaartje. Nou, het zijn jullie mooi. Op de Urban Aero fiets. Die gaat helemaal stuk. Ik denk, ja, we gingen naar meneer Paprika. Ja, het was zondag, midden in Haarlem. Het was zondagochtend, 9 uur. En Rocket zei tegen mijn mama, ik wil naar Liviana. Dus ja. Ik bel Marie, en Lima dan. Dus ik bel Marie op. Maar Marie is natuurlijk al vanaf 6 uur helemaal ready, steady to go. Dus Marie zegt, ik ga om 9:45 weg, want ik ga naar meneer Paprika. Toen dacht ik om 9 uur, oh mijn god, wij zijn pas net wakker. We moeten nog aankleden en ik moest om 9:45 dus uiterlijk bij Marie zijn. Maar we made it. We made it. Het is midden in de stad, dus met de auto is het echt rot. Ja, kan wel, maar dan moet je wel een stukje lopen. Dus wij dachten, we gaan gewoon met z'n allen in de Urban Air wel. Is het verantwoordelijk? Nou, je mag op zoveel gewicht. Je mag 200 kilo gewicht. Dus op zich kan die fiets dat makkelijk hebben. De fiets kan het makkelijk hebben en het is hem echt maar 2 minuten rijden. En ik doe het dus ook altijd in mijn huidige bakfiets met Mike. Ik zit altijd met de kindjes in de bakfiets. Altijd. Ik doe dat nooit. Ik fiets eigenlijk altijd, maar jij durft nooit te fietsen. Nee, ik heb nog nooit op een Urban Air gefietst. Dus wij gingen gezellig met z'n even een playdate. Meestal gaat Shield nooit mee met dit soort dingen. Nee, dat vindt ze echt vreselijk. Maar dit viel nog wel mee. Nee, dit was leuk. Maar ik vind gewoon zo'n... Monkey Town. Ballen. Zo'n heel druk schreeuwerig gebeuren. Daar word ik zelf heel onrustig van. Ja. En ik vind die geur voornamelijk ook vreselijk. Dus echt die poepgeur en die zweetgeur van kinderen. Ja. Nee, zet mij maar gewoon lekker op het strand. Met lekker gewoon zand om me heen. Ja, niet per se. Want ik ben ook met slecht weer... Nou, niet met storm natuurlijk. Maar nee, als het gewoon wat kouder is, dan ben ik ook op het strand. Vind ik heerlijk. Ja. Dan lekker gewoon op het strand zitten. Chill, frisse lucht. Rocker blij, wij blij. Dus nee, ik ga bijna nooit mee. Maar ik moet zeggen, dit was hartstikke gezellig. Ze hebben super lekkere hapjes voor de kindjes. Het is super leuk om te spelen. En wel een leuk cadeautje voor de kindjes komen. Maar daar is wel echt alles achterlijk duur. Qua speelgoed. Ja. Alles is tegenwoordig achterlijk. Nou, een knuffeltje voor €58,40. Nou, dus wij gingen daarna gewoon lekker naar de Action. Dan ben je misschien voor €15 voor z'n drie een cadeautje kwijt. Dat vind ik gewoon leuk. Nou, nog niet eens. Maar we waren volgens mij nu €30 kwijt. Dat is op zich veel voor de Action. Ja, toen gingen we echt knutselen. Tans af toys. Kindjes wilden knutselen, dus we hadden echt leuke allemaal dingetjes gekocht. Zie je op een gegeven moment gingen ze elkaar helemaal besmeuren. Ging Rocket Livia helemaal als een haute couture art conceptje maken. Hij ging er heel op plakken en Livia vond het waanzinnig. Ze vond het super leuk. Dus we hebben na onze playdate nog lekker bij mij thuis gespeeld en toen ik lekker... Het is vandaag 6 jaar bestaan van nu, inmiddels, de Golden Store in plaats van Reiners Foodfestje. Livia is aan het dansen. Livia wilde met mama mee. Woehoe! Nu zijn we terug bezig met de preps. We hebben net dit cadeau gedaan aan Romee. Omdat het nu de Golden Store heet, moesten we natuurlijk een goud cadeau hebben.
en allemaal goodiebags aan het vullen. Meisjes aan het schrijven. Kindjes zijn mee. We zijn allemaal zoals aan het stofzuigen. Marie is de cadeau aan het uitpakken van Dani en Romee. En mama is alle ramen nog even en spiegels aan het schoonmaken. Ik ben precies niks aan doen vandaag. Nee hoor. Al heerlijk aan een cupcake. Lekker ook, Solly. Ja. Oké. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lekker aan de cakejes. Hoeveelste is het al? De derde? We krijgen dus heel veel vragen over die nieuwe collectie. Dus we dachten, we pakken een paar items erbij voor jullie. We hebben dus de korte tanktop en de lange tanktop. En er zit een heel mooi lopertje op. Ja. En het leuke hiervan is, de verkoopprijs is €39,99. En deze €34,99. En daarbij kan je het combineren met het bikershortje. En overal zit een logootje op, maar heel subtiel. Toon op toon. Toon op toon. In dezelfde kleur als de stof. En je denkt van, oh, het is een tanktop van, het is een dunne stof, maar hij is super dik en super stretchy. Echt super mooie kwaliteit ook. En we hebben er ook t-shirtjes bij, jumpsuits, tot een tankdress, echt haarbanden. Echt zo leuk. De tankdress is ook heel erg mooi. Ja, met een splitje aan de onderkant. Een splitje aan de zijkant. En wat Marie bedoelde, een jumpsuitje. Deze vinden wij zelf heel leuk met een leuk blazertje. Maar die komt iets later binnen. Die komt wat later binnen, dus niet volgende week. Volgende week wel komen de t-shirts. Yellow. Deze zijn weer one size, fits all. Met zo'n zakje erop. Hoe leuk. Enig. En natuurlijk de haarbandjes. En ja, die komen ook later binnen. De kindjes komt later binnen, helaas door onwacht, door langdurige leveringperiodes nu. Ja. Dus... helaas dat nog niet, maar het komt wel heel snel. Ja, en gelukkig is het nog niet echt stikheet dat je denkt, ik wil het nu aan. Dus nee, natuurlijk moet je het nu wel kopen, want het is bijna dan weer uitverkocht als het eenmaal mooi weer is hier. Zoals de Lima sweater in de wollen collectie in de zomer hadden we nooit van tevoren kunnen bedenken. Nee. Maar tot nu toe is het zo koud nog en regen dat eigenlijk deze bijna is uitverkocht. En die tankstas komen dan bewust wat later, want dan kan je dan meteen aan als je koopt. Ja, en het leuke is dat we voor het eerst met Reiners verschillende drops hebben. Dus we krijgen hierna nog meer collecties wat jullie niet hebben gezien. Ik heb dat wel een sneak peek op mijn Instagram van Reiners gedaan. Echt? Die legging. Echt? Heb je niet gezien? Ik heb heel veel leuke reacties op. Oh, nou, we krijgen dus weer inderdaad... En de topje natuurlijk. Ja, Modal. De hele lounge collectie gaan we ook nog shooten, maar dat hebben we ook nog niet heel goed laten zien. Nee. Dus er komt echt nog veel meer, dus be prepared. We krijgen elke maand een leuke drop. En als jullie nog vragen hebben wat jullie in de volgende vlog willen zien, kom het dan below. Dan proberen we dit mee te nemen. Ja. We krijgen heel veel vragen over onze glow. Van de make-up. Maar het is eigenlijk gewoon heel veel highlighter. En de Labro producten. En de Labro producten. Ik heb nu alleen poeder op, hè? Ja, je hebt geen foundation op vandaag. Nee. En ik moet zeggen, ik gebruik dus sinds ik een goede, gezonde... Ik heb altijd wel een goede huid gehad, hoor. Dus dat is een beetje overdreven. Maar ik gebruik nu minder make-up. Ik gebruik nu geen concealer meer. Nee, ik ook niet. Ik gebruik minder blush. Ik gebruik nu meer zo'n liquid stick met een beetje roze. Ja, ook dus geen contouring meer of dat soort dingen. Nee, dat was voorheen natuurlijk veel meer. De wenkbrauwen die blijven en zullen altijd dik zijn. Maar de rest doen we minder. Dat vind ik heel knap van ons. Dus blijf kijken, blijf abonneren. Wil jullie nog wat zien? Let us know. Bye! Volgens mij praten wij zo snel altijd. Heel maar snel. Goed, dat is hoe wij... Excusez-moi. Praten. Kunnen we niks aan doen. Kunnen we niks aan doen.